Vanmorgen om 10:15 kwam Oranje aan bij het voormalig concentratiekamp Auschwitz 1. De spelers, de staf en de complete begeleiding. In groepen van 4 à 5 personen, vergezeld door een gids, kregen de internationals een rondleiding langs de verschillende blokken in het concentratiekamp. Het gezelschap komt ook bij blok 11, daar waar duizenden mensen werden terechtgesteld. De internationals stonden daarbij stil door het plaatsen van een kaars. Naast de krans die eerder was geplaatst door de selectie van Italië, vandaag ook in Auschwitz aanwezig. Bij het crematorium tekenden de spelers het gastenboek van het museum. Daarna vertrok het gezelschap naar Auschwitz II bij Birkenau. De grote uitbreiding van het concentratiekamp waar de grootste aantallen mensen zijn omgebracht. Hier vindt een iets wat bizarre ontmoeting plaats met de Italiaanse EK-ploeg. Bekenden zoals Sneijder en Balotelli. Nocerino en Van Bommel, die kennen elkaar van Milan. Stekelenburg en De Rossi spelen allebei bij AS Roma. Sneijder wordt het meest begroet, hier door Thiago Motta. Daar is Klaas-Jan Huntelaar, die kent Abata nog van AC Milan. Precies om 12:15, 2 uur na aankomst, vertrekt Oranje terug naar Krakau.